Het is fijn om in vrijheid te leven. Ik ben 11 jaar, dus ik ben geboren in 2009. Als ik 75 jaar geleden was geboren, was het heel anders geweest. Ik had dan niet alles gekund wat ik nu kan. Ik ben Annemijn van der Wagen en ik ben de kinderburgemeester van Roosendaal. Ik ben 11 jaar oud. Ik heb in een filmpje gespeeld van Roosendaal. Omdat we natuurlijk niet met heel veel mensen mochten zijn, hebben we een film gemaakt en daar speel ik piano in en lees ik een speech voor. Over oorlog natuurlijk, omdat 75 jaar geleden oorlog was. En het ging ook over mezelf, dat ik me inleef in een kind in de oorlog. In de oorlog zagen sommige kinderen hun familie, vriendjes en vriendinnetjes heel erg lang niet. En sommigen zagen hen ook nooit meer terug. Laten we blij zijn. Ook al voelen we ons in deze tijd niet altijd even vrij. Laten we volhouden. Net als mensen in de oorlog. Want vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik heb een gedicht geschreven op school, zonder hulp, omdat ja, het moest wel jouw gedicht zijn. En ik heb geschreven over wat ik dacht en zo. En over hoe ik het zou ervaren in de oorlog. Als ik me in moet leven in een kind die in de oorlog leeft, had ik moeten oppassen voor soldaten. En had ik niet genoeg eten gekregen, dan had ik een heel ander leven gehad dan ik nu heb. Dan had ik ook geen kinderburgemeester kunnen worden, wat ik dus nu ben. We herdenken dat het 75 jaar geleden iemand ons vrij heeft gemaakt en dat we nu kunnen doen en staan waar we willen. We kunnen veilig naar buiten zonder dat we moeten zeg maar, kijken of er iemand is of zo. Dat moest je wel in de oorlog doen, want dan bijvoorbeeld ging je naar buiten en dan wist je gewoon dat er oorlog was. Dus dan moest je wel kijken of er niemand is die gewoon in de bosjes staat of zo. Mm-hmm. En die je dan met een geweer neerzet. Als je aan het vechten bent, weet je dat je er niet meer zal zijn. Dan kan je elke seconde doodgaan. Ik hoop dat iedereen beseft dat we ook anders hadden kunnen leven. Zoals 75 jaar geleden. Er kan bijvoorbeeld ook nog een derde wereldoorlog komen.